Al van kleins af aan was Anne Fleur dol op muziek en toneel. Eerder al was ze te zien in de musicals Hans en Grietje en Aladdin. En ze begint alweer aan het vierde jaar van de HAVO voor muziek en dans in Rotterdam. Ze is super trots dat ze nu de hoofdrol van Pocahontas mag spelen. Ja, echt heel vet. In het begin dacht ik echt, hè, Anne Fleur, Pocahontas, wat? Ik schrok me gewoon dood. Maar het is echt zo, ik heb echt heel veel geleerd qua spel vooral. Omdat je heel veel verschillende karaktertrekken hebt. Omdat je moet heel lief zijn, maar ook ja, met heel boos op een gegeven moment en verdrietig. En ja, het is wel heel leuk. Opvallend is dat de musical Pocahontas, het liefdesverhaal tussen twee verschillende culturen, helemaal gespeeld wordt door jongeren. Ja, dat is juist heel erg leuk, want iedereen begrijpt elkaar en je kan juist ook heel erg met elkaar lachen gewoon. Want ik heb ook al producties gedaan waar ook ouderen in zitten, maar dan heb je toch meer een soort van groepjes. En nu is het gewoon één gezellige grote groep waar iedereen gewoon met elkaar kan lachen en gewoon leuk met elkaar. Al vanaf december leven Anne Fleur en haar medespelers toe naar de première van vandaag. Ze hebben allemaal veel tijd gestoken in de voorbereiding. En de spanning voor de eerste voorstelling is dan ook goed merkbaar. Ja, ik heb er wel heel veel zin in, maar wel zenuwachtig. Het ziet er helemaal Pocahontas uit nu. Ja, nou, nu wel eindelijk. Het duurde even, maar ben ik klaar voor. Mijn stam, een indianen vol. Gestrekte rug en weer een tooi. Een pijl en boog. Wie alleen bekend is met de Pocahontas uit de Disney-films, krijgt tijdens de musical toch wel een heel ander verhaal te zien. Zo wordt Pocahontas moeder. En wordt ze zo ziek dat ze aan het einde van het verhaal overlijdt. Het is wel een stuk serieuzer, maar het is ook geen kindervoorstelling. Het is een familievoorstelling. En ik vind dat het het stuk wel mooier en interessanter maakt. We leven onder dezelfde zon. Lopen zij aan zij. Voor deze wereld. Een gelijk ideaal. Hoe zie je jezelf nou in de toekomst, als de nieuwe Chantal Jansen? Nee, als de nieuwe Pia Douwers, hoop ik. Ja, nee, ik hoop wel een musical carrière. Ja.